overdag geslapen op de Oetberg Alm. Dus eigenlijk bij een grote parkeerplaats waar de zomerrodelbaan is. En ja, in de winter is het skigebied. Hier is de verzorging. Is een beetje krap, maar het lukt. En daar mag je dan staan. De stroom is apart. Pittige prijs moet ik zeggen. We waren 22 euro verder. En dan komt nog 2 euro bij voor de stroom en nog 2 euro voor het water. Wat mij ook opviel is dat er gewoon campers tussen gezet worden. Er komen gewoon caravans tussen. Er stonden gisteravond aan het einde van de avond meer caravans dan campers. Maar het mag hier. Wel perfect rustig. Langs de Alpenroute. En ja, je kunt daarachter nog lekker eten en drinken. Wel om 8 uur dicht. Er zijn natuurlijk de toiletten erachter. Ook om 8 uur dicht. Voor de rest niks mis mee, maar prijskwaliteit. Pittig. Goeie pitstop, hè? Silvenstein Sperre is dit. Klein beetje van de Alpen. Nancy, hoe hoog vind je dit nou? Ja, heel erg eng hoog. Eng hoog? Ja, eng hoog. Mooi het wachten. Want daar komt Dennis. En even kijken wat hij gaat vertellen. Volgens mij heeft hij het geregeld. En? Gaan we 2 dagen hier staan? Ja, ja, ja. Wel duur. Duur? Zo, 42 euro per nacht. Echt waar? Ja. Okay. Hier vooraan, langs de weg, kost het 29 euro per nacht. Ja. En ga je het hoekje om, waar wij dan gaan staan, op een campingplek, kost het 42 euro per nacht. Ik heb 2 nachten geboekt, op plekje 109. Inchecken, dat doen ze niet voor je. Moet je zelf doen. Je krijgt gewoon een pc, vul alles maar in. Oh, oké. Okay. Ja. Ik heb wel buskaarten bij gedaan. Ja, dus en die zijn hier... gratis? Ja, gelukkig wel. Ja. Oké. Okay. Dus en stroom en vers water hebben op de plek zelf. Nou, geweldig. En een mooi volgertje, boekje. Ik moet nu gaan rijden. Nou. En de kaart, gele kaartje moet zichtbaar achter de raam. De registrering. Prima. Ik moet eerst naar de schranken toe rijden. Ja, blijf erbij. De camping is niks. Maar het uitzicht. Op de hoogste berg van Duitsland, de Zugspitze. Ja, erg cool. Kijk, dit vind ik nou echt top. De hotels en restaurants hier in de buurt. En of je daar met de hond wel of niet in mag. En zoals je ziet, je mag bijna overal met de hond hier binnen in de restaurants. Geen probleem. De rugzak is ingepakt, dus we kunnen gaan. Dennis, ben je ook klaar? Ik heb de buskaartjes. Buskaartjes. Dus we gaan met de bus. Waar gingen we ook heen? Partnachklam. In Garmisch-Partenkirchen. En we gaan een stukje de berg op. Alleen we gaan niet de trein pakken. Want dat vind ik te duur. 58 euro per kaartje. En dan ben je nog maar halve week. En dan moet je nog de gronden pakken. De boven kost nog een keer 28 euro. En ik wil geen pin zijn, maar dat vind ik erg duur. Nou, we gaan. We gaan. Doei. Hey Nancy. Ja. Hoe was het in de trein? Of in de trein, in de bus? In de bus. Heel vol. Druk, hè? Heel warm. Heel druk. Nog nooit zo'n drukke bus gezien. Nee. Komen zitten, maar wel ging heel goed. Ja, en Daisy deed het ook helemaal geweldig, hè? Die vond het ook leuk in de bus, hè, Daisy? Op pad. Met Dennis en Nancy. We hebben net de bus even gepakt. Want dit was toch iets te ver. En ja, als je hier eens een camping pakt. Dan krijg je buskaartje bij om in de regio te reizen. Het is warm niet, hond mag mee. En het is goed bevallen. Ja, het was wel heel warm, maar het mag.
Maar ja, hier kijk je loopt meer onder. Lekker loop dit. Kijk waar wij komen. Oh, kijk eens hier, wat mooi zeg. Even opletten waar ik loop. Kom er even bij. Ja. En hoe helder dat water is. Nee, deze kunnen niet lopen, dat water. Ze denken dat ze overheen kan. Deze, kom hier. En toch dan lijkt het wel zien op de film, maar je kunt het in het werkelijkheid niet zien, hè? Nee, dat kunnen we zien. Het staat niet, is het echt niet door het water is. Is de moeite, hè? Over, dus je kunt zo naar boven toe. Als je even lang staat, is het hier best warm. Als je dan toch hier in de buurt aan het lopen bent, pak dan deze Hammersbacher Fußweg. Vanuit Greinau. Dus je pakt eigenlijk de bus vanuit Greinau naar boven toe, Ober Greinau. Dan stap je uit en ga je lekker lopen en dan pak je de Hammersbacher Fußweg. Het is een hele makkelijke weg om te lopen. Lekker met de hond wandelen. En het heet trouwens de Spitzende Blick Tour, waar we nou gaan lopen. Het is een tour? Ja, het is de Spitzenblick Tour. Ja, dan doen we die. En dat is, dat komt wel goed. Als je dan toch bent, moet je ook de lokale gerechten proberen. Maar dit is geen ramp hoor. Nee, hè? Heel lekker. We lopen nog steeds over dat mooie voetpad heen. Op de achtergrond de trein. Ja, dat is de zoekspitsen. Waar we niet in gaan en hij komt daar langs. Hij komt hier langs, denk ik, ja. We lopen eigenlijk gewoon van boven naar beneden. Lekker op ons gemak. En op een gegeven moment kom je dit soort alpenweiden tegen. We lopen langzaam weer terug naar de camping. Ja, de bus naar boven en de voet naar beneden. Ja. Super relaxed, echt waar. Maar we zijn ondertussen alweer bijna 3,5 uur lopen. Met deze pauzes. Ja, tuurlijk. Maar het gaat met gemak. Gaat goed. Rustig aan. Het weer is fantastisch. En het uitzicht nog veel beter. Er komt de trein aan. Die komt elk moment. Dus ik zie hem en in het wetten zie ik hem al rijden. Dit kom je dan gewoon zo tegen in de straat, hè? Echte bijers. Duitsers zelf noemen het kitsch. Eerlijk gezegd, het is toch wel een beetje. Moeilijk. Keuzes. Oh, het is gewoon keuzestress hier. Ja, volgens mij heeft ze wel honger, maar niet nu. En probeert ze het gewoon onder de kleed te krijgen. En dan elke keer likken, ja. Ja, nee toch? Ik wil bewaren voor later. Ja, nee later. Nee, straks. Ja, echt een drukke plek hier. Daar staan wij even. Even mijn vuilwater kwijt.